Koning Willem I College richt AI Lab op voor studenten en docenten. Ik heb samen met een paar collega's een AI-lab opgericht. En het idee is dat studenten en docenten op een verantwoorde manier kunnen leren omgaan met generatieve AI, zoals ChatGPT. En dat ze een aantal regels krijgen en ook de mogelijkheid om te experimenteren. En verder, de mysterieuze Lode Koker is eindelijk geopend. Wat vertelt de inhoud over verzetsheld Piet van der Lee? En deze week was er extra aandacht voor de lees- en schrijfvaardigheden van kinderen. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Het Koning Willem I College in Den Bosch werkt actief aan het gebruik van AI. De school heeft onlangs een lab opgericht waarin studenten en docenten zich daarop richten. Er worden ook workshops gehouden om meer inzicht te krijgen in de technologie en hoe die op de juiste manier gebruikt moet worden. We weten dat AI geen stekker meer heeft, om het zo maar te zeggen, dat het niet meer weggaat. Dus dan is het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk docenten opleiden en studenten opleiden om er op een goede manier mee te leren omgaan. Artificial intelligence wordt steeds meer gebruikt in de samenleving. Zo ook op het Koning Willem I College in Den Bosch. De school heeft voor de mbo-studenten een AI-lab opgericht. Nou, het lab is dus een plek waar studenten en docenten kunnen leren omgaan met verschillende AI-tools. Die hen kunnen helpen in hun werk of toekomstige werk. En dat betekent dat studenten een aantal uren op hun rooster krijgen, AI-uren. Waar ze zelf met hun leervraag naartoe kunnen gaan. En dan kunnen ze kijken, hey, hoe kan ik bijvoorbeeld een website die ik aan het bouwen ben voor een ICT-student, hoe kan ik die bijvoorbeeld verbeteren met AI? Nou, ik hoop dat we redelijk wat leren over AI zelf. Nieuwe dingen en misschien het simpeler verwerkt wordt. Het versnelt het proces, minder moeite en hij geeft opties waar je zelf nog niet over na hebt gedacht. Voordelen genoeg dus volgens deze student. Het lab is niet het enige hulpmiddel voor AI wat de school heeft. We geven hier een aantal workshops hoe studenten het precies kunnen inzetten in hun werk en studie. En ook dat ze het altijd moeten vermelden bijvoorbeeld als ze het gebruiken voor een werkstuk of een project. En dat loopt tot nu toe goed. Daarnaast trainen we ook docenten. Hoe kunnen zij het precies inzetten om hun lessen te ontwerpen of een curriculum? En daar zijn we ook volop mee bezig. Nou, we hebben bijvoorbeeld Photoshop. Nou, dat is een programma dat gaat over het bewerken van foto's. Dan kunnen we AI gebruiken om geen afbeelding van het internet te zoeken, maar in één keer doet het programma dat. AI is niet meer te vermijden en zal studenten voordelen brengen, maar het kan ook voor andere gevolgen zorgen. Het enige nadeel wat ik zie is, als het AI, stel je voor, AI-programma doet het niet, dan moet je het zelf ook kunnen zonder AI. Het is zeker niet de bedoeling dat we alleen maar AI voor alles gaan gebruiken. We willen juist dat studenten zo kritisch mogelijk er op een verantwoorde manier mee leren omgaan. En dat is ook wat we stimuleren. Nou, ik denk dat AI ons heel erg gaat helpen. Dus ik zou zeker niet verbieden. Ook leerlingen vroeg te laten leren lijkt mij beter. Van Aalst blijft alert op de mogelijke vormen van misbruik van de tools. Dat betekent dus ook dat we die risico's bespreken en dat we nagaan wanneer zet je het nou wel in, wanneer zet je het nou niet in, hoe zet je het in. En dat is denk ik het belangrijkste. Het AI-lab is in eerste instantie bedoeld voor studenten ICT, maar zal later ook bij andere opleidingen worden ingezet. Het is de week van het lezen en schrijven. Tijdens deze week, waar Huis 73 nauw bij betrokken is, wordt er aandacht gevraagd voor het belang dat kinderen goed kunnen lezen en schrijven. Ja, lezen en schrijven is gewoon echt de basis voor het hele verdere ontwikkeling van een kind. De organisatie merkt dat steeds meer kinderen hier moeite mee hebben en dat is een groot probleem. Kinderen zitten eigenlijk te veel op een tablet met YouTube, Roblox, andere spelletjes, in plaats van dat ze een boek pakken om te gaan lezen. De fantasie wordt geprikkeld. Je gaat dan zelf denken, zelf fantaseren. En dat, als je een YouTube-filmpje kijkt, dan gaat het allemaal zo snel. Het wordt allemaal voorgeschoteld. En daar is dan weinig fantasie zelf aan over voor de kinderen. Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan in Vught. Het gaat om een Range Rover met een Frans kenteken. De autobrand vond plaats aan de Wolfskamerweg en werd rond 2:15 gemeld. Toen de brandweer aankwam rijden, stond de wagen aan de voorkant in brand. De hulpdiensten konden de auto niet meer redden. Volgens de politie zou een technisch mankement de oorzaak zijn.
Op camerabeelden zijn geen verdachte omstandigheden gezien en het voertuig is uiteindelijk door een berger afgevoerd. Bij een aanrijding in Elshout is een vrouw zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde toen ze haar hond aan het uitlaten was. Het ongeluk gebeurde op de Maaiweg. De voetganger werd daar aangereden door een taxibus. Ze liep ernstige verwondingen op en is met spoed naar het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg gebracht. De chauffeur van de taxibus en de hond bleven ongedeerd. De hondenwagen die de vrouw bij zich had, raakte onbeschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het had zo een script uit een film kunnen zijn. Een dode brief die in 2019 gevonden werd, leidde twee broers naar een tijdscapsule die mogelijk meer zou kunnen vertellen over het leven van hun oom in de oorlog. Maar krijgt die film ook een happy end? Een spannende speurtocht naar informatie over een oom die bij een knokploeg in het verzet zat, leidde twee broers uit Vinkel eerder dit jaar naar een mysterieuze lode koker. Deze lag ruim 80 jaar verstopt in de muur van een kerk in Sint-Michielsgestel. Na lang speculeren over de inhoud is de koker nu dan toch opengemaakt. Ja, dat was een spannende gelegenheid. In eerste instantie pakte ik het wat losjes op, maar toen het eindelijk zover was en toen we met de ijzerzaag aan de gang gingen, om zo maar te zeggen, toen vond ik het toch wel spannend worden. Ja, het was eigenlijk natuurlijk een speurtocht. Hè? Hetzelfde als je een schatkaart onder ogen krijgt met een kruisje erop. Daar moet je graven, want daar ligt de kist met goud. Nou, zo hadden wij hier in de kerk op een gegeven moment na passen en meten een steen met daar het kruisje op van daar moet die koker liggen. En zo'n zoektocht alleen al is natuurlijk een ontzettend interessant gebeuren. In de koker blijken twee documenten te zitten die met de hand geschreven zijn door pastoor Lubbers. Het is een verhaal over mensen die net voor de bevrijding zijn omgekomen. Daarnaast zitten er een gulden biljet en enkele postzegels in. Wij hadden meer verwacht. We hadden gehoopt dat daar in ieder geval meer antwoorden zouden komen op vragen die wij al heel lang hebben. Waar we naar op zoek waren was eventuele aanknopingspunten van het overlijden van ome Piet. Die stonden dan weliswaar niet in deze documenten, maar zijn naam is er wel vernoemd. Dus dat alleen al is al een hele gebeurtenis. Hè? Als iemand in een speciaal document je oom benoemt, dus dat vonden wij toch wel leuk. Het is een wildvreemde man hier in Gestel, hier in de Dommel verdronken. Niemand kende hem, maar toen hij begraven werd, overigens wel anoniem, omdat het nog oorlogstijd was, was het echt een kerk die uitpeilde met mensen die toch hem de laatste eer kwamen bewijzen. Het was een speciale verzetsdaad en daar hadden de mensen toch heel veel waardering voor. Op de plek waar Piet van der Lee is verdronken, is op zijn sterfdag een plaquette geplaatst om hem te herdenken. Ja, er staat dus mooi omschreven op de manier hoe Piet om het leven gekomen is. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die daar over die Piet van der Leebrug gaan, heel veel duidelijkheid geeft waarom die brug die naam heeft. Dus daar ben ik ook al zeer trots op, dat is gerealiseerd. De Heemkundekring is van plan om de komende maanden nog meer onderzoek te doen naar de inhoud van de koker. Er zijn in de brief bijvoorbeeld ook namen genoemd van Poolse piloten en bemanningsleden van een neergestort vliegtuig. Nou, we gaan in ieder geval de gegevens die erin staan heel goed analyseren. We gaan kijken of de namen die we hebben kloppen met de namen die we uit de koker gehaald hebben. Eventuele ontbrekende gegevens die we al in het archief hebben zitten aanvullen. En vervolgens gaan we het hele document ook publiceren in het Heemkundeblad. Om zo de mensen die daarin geïnteresseerd zijn kennis te kunnen laten nemen van de inhoud. De inhoud van de koker is aanstaande zondag tijdens Open Monumentendag te bekijken in de kerk aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel. En tot slot nog het weer. Het was vrijdag een heel aardige dag met flink wat zon en het bleef op de meeste plaatsen droog. Bij een matige wind werd het 17 graden. De komende dagen is het afwisselend zonnig en bewolkt en blijft het droog. De temperatuur die gaat ook weer richting de 20 graden. Heeft u nou nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over de nieuwe CEO van vleesverwerker Vion, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Bedankt voor het kijken, een fijn weekend en graag tot snel!